Dag aan alle maagden, welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor oktober voor 2015. En oktober is de maand voor de maagden. Ik weet wel dat het vorige maand was, dat het jullie verjaardag was. Maar in oktober heb je bijna al de persoonlijke planeten in jouw teken. En dat is Mars, Venus en Jupiter, die allemaal in het teken van maagd staan. Zeker Mars. Mars is je drive, Mars is je manier van doen. Is je initiatief, hoe dat je een initiatief neemt. Dus oktober is eigenlijk de beste maand van het ganse jaar voor de maagden om nieuwe dingen te beginnen, om nieuwe dingen op te starten. Dus ga ervoor, maagden. Er is wel, als die planeten, vooral in het begin van de maand, blijf met de voeten op de grond. Waarom zeg je dat? Omdat die planeten een oppositie vormen met Neptunus. En Neptunus heeft, zeker in een oppositie, heeft een tendens om een aantal dingen onzeker te maken. Dus als je het gevoel hebt, wacht het even uit. Na de tiende zou dat moeten beteren. Vooral omdat jouw heerser Mercurius weer direct begint te lopen. Dus zeker na de tiende is het een hele goede maand voor maagden. Voor degenen die single zijn, kan je iemand nieuw ontmoeten. Maar in feite ligt de nadruk vooral op jezelf. Dus, en maagden zijn nogal gericht op anderen, om anderen te helpen. Normaal gezien, dat is het teken van de maagd. Maar geniet ervan, maagden, dat de aandacht op jou is gericht. Eigenlijk voor een gans jaar, voor een gans komend jaar. Maar vooral nu. Start de nieuwe dingen op waar je vroeger misschien een beetje vrees voor had. Want het is nu het moment. Mars en Jupiter samen geeft zelfvertrouwen. Dus als je schrik had vroeger om iets nieuws op te starten, of dat het nu je eigen bedrijf is, of een project, of wat ook, ga ervoor. Heel veel succes, jullie maagden. Bedankt voor het kijken. Tot volgende maand.